Ja, en die massa positivo met ja, iets wat ik zo graag met jou wil delen. Ik heb inmiddels meer dan 2000 abonnees en dat is allemaal niet zo belangrijk. En bijna 40.000 weergaves van mijn videofilmpjes. En schijnbaar heb ik toch iets wat mensen inspireert en leuk vindt. En ik wil zo graag met jullie dingen delen, omdat ik gepassioneerd ben. Gepassioneerd ben als mens, maar ook als gepassioneerd ben als ondernemer. Maar waar ik met jullie heel zo graag wil delen, is het feit dat ik zelf een enorme Rolling Stones fan ben. Rolling Stones, ik moet even wat beter zoeken, dat ik wat meer licht heb. Een grote Rolling Stones fan ben. En ik begon ooit, ik was een jaar of 12. Toen woonde ik vroeger in Friesland en toen ging ik bij mijn broer in Zutphen. Die is 10 jaar ouder dan mij. Ging ik ik ging bij hem logeren en ik was echt een jochie. En ik lag in mijn bedje en dan keek ik zo met een schuin oog in de hoek en er stond een handjevol platen. En LP's, zoals je vroeger dat heette. En wat trouwens weer helemaal in is, ja, geen LP's. Er stonden een aantal LP's, wat zal het zijn, 10, 20 LP's. Merendeel wat er stond was Rolling Stones, maar ook Neil Diamond onder andere. Beautiful Noise, maar terugkomen op de Rolling Stones. Ja, er stond een LP, ja, dat sprak van mij tot de verbeelding. En op dat moment kende ik de muziek niet, maar mijn broer had natuurlijk wel overdag LP's op staan van de Rolling Stones. Sticky Fingers, wie kent het niet? Met de originele ritssluiting. Ritssluiting. Nu heb je een CD waar je die ritssluiting natuurlijk niet ziet. Ja, wel gewoon op papier plat, heel basic, maar niet de originele LP. Iedereen kent de LP, Sticky Fingers, X-Men on Main Street en Let It Bleed en ga zo maar door. Black and Blue LP, Some Girls. Maar ik had er iets mee. Ik was gegrepen door de grauwheid van de muziek van de Rolling Stones, de puurheid, het basic, geen plastic verhaal. Nee. Daarom ben ik van de Rolling Stones gaan houden en dat past ook een beetje bij mijn persoon. Basic, transparant, geen plastic, maar heel puurheid van muziek. En daarom ben ik van de Rolling Stones gaan houden. En de Rolling Stones, dat is gewoon voor mij de tong van Mick Jagger. Nou, Mick Jagger, inmiddels 73 jaar. Ik heb ooit mijn eerste concert van de Rolling Stones live gezien. Had ik nog helemaal geen enkel beeld erbij. Was in de Kuip in 1982. Ik was met een hele peloton vrienden. Mijn vroegere vriendin, dus uit een vorige leven. Mijn broers, ga ze maar door. En ja, toen stond ik daar. Oh, ja, we hadden helaas, maar dat was dat moment. Ja, wist je ook niet beter. Was voor mij echt het eerste concert wat ik zag. Groot concert, laten we zeggen. Ik zat op de tribune en iedereen was heel erg nerveus, want de Rolling Stones waren al zo'n 8 jaar, 7 jaar niet in Nederland geweest. De laatste keer was in Den Haag Stadion, het oude Den Haag Stadion, Black and Blue Tour. En dit was de Still Alive Tour. Vanuit Amerika komen, dan gingen Rolling Stones in Europa toeren. En zoveel impact op mij. Dat concert, ik moet je voorstellen, de Stones zouden gaan optreden. En het was gewoon een heel nerveuze bedoeling. Iedereen was heel erg nerveus, want de Rolling Stones kwamen. Ja, ik had alleen wat plaatjes gehoord. Brown Sugar, It's Only Rock and Roll, Sympathy for the Devil, Satisfaction, Love in Vain. En zoveel prachtige nummers. Ik denk, ja, daar wil ik toch wat meer van weten. Ja. Op een gegeven moment gingen de hele grote van die fluwelen gordijnen gingen open. En in één keer kwam daar de Rolling Stones met Starping Up. En dat maakte zo verschrikkelijk veel indruk op mij. En sinds die tijd ben ik onafscheidelijk met de Rolling Stones. Ik ben nu 55 jaar en inmiddels heb ik ze 38 keer gezien. 38 keer heb ik de Rolling Stones gezien. Van Rome tot Parijs, Londen, Pinkpop, Arena, Landgraaf, België, Duitsland, Keulen, Oberhaus. Met zelf voorprogramma van de Cranberries en AC/DC. Ze spelen gewoon in het voorprogramma van de Rolling Stones. En ik was helemaal verkocht. Verkocht van de rauwheid, de puurheid van de muziek. De Rolling Stones hebben de bluesmuziek,
de soulmuziek. Soulmuziek wit gemaakt. Nou, de Stones is vanaf dag 1. We staan dit jaar 54 jaar al liefst. We hebben de Rolling Stones altijd op de absolute top gespeeld. En dat kun je van heel veel bands tegenwoordig niet zeggen. De Rolling Stones, waar ze ook optreden, nou, het zijn zelden dat de concerten niet uitverkocht zijn. En de Rolling Stones, in 2003 speelden ze in Rio de Janeiro op het strand voor bijna 2 miljoen mensen. Nog niet eens zo lang, een aantal maanden geleden. En in Cuba, minstens 1 miljoen mensen. En ja, ook de Rolling Stones zijn in Vredenburg geweest in Utrecht voor 800 mensen, waar ik zelf ook bij was. En in Paradiso natuurlijk. Paradiso was ik zelf niet bij in 1995. Twee concerten waar mensen over de auto's liepen om de concert om een kaartje te kunnen bemachtigen voor Rolling Stones. 25 gulden in die tijd, terwijl er gewoon de zwarte markt 5000 gulden mensen ervoor over hadden. En hun zijn ook de enige band die het voor elkaar kreeg om twee concerten, Museumplein, 80.000 mensen, 70.000 mensen keken naar een videoscherm van een concert van de Paradiso van Rolling Stones. Nou, Mick Jagger is gewoon mijn held, zijn iconen. En natuurlijk heb ik ook andere muzieksoorten wat ik erg waardeer. Kings of Leon, Coldplay, Bruce Springsteen, noem maar op. Hedendaagse muziek kan ik soms ook wel waarderen. Maar ja, misschien een oude rot in het vak. De Rolling Stones, die zijn de Stones. En fenomenaal, fantastisch. En het scheelt toch in grote lijnen herken je van de Rolling Stones in hun eigen geluid, hun eigen muziek. Dus ik kan je platen laten horen van nummers van de Stones, denk je, wauw. Is dat van de Rolling Stones? Ik ken dat helemaal niet van de Rolling Stones. Zoveel blues invloeden, reggae invloeden, zelf punk, zelf disco en vooral heel veel Rolling Stones. Rolling Stones is voor mij de ultieme band van de wereld. Voor mij de greatest rock and roll band of the world. Daar staan ze onbekend. Ze zijn een dagje ouder, maar af en toe een valse noot. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar de Rolling Stones, Kids Wizard, fantastisch. Ik heb Bill Wyman, jaren geleden ontmoet, heb ik nog een foto gekocht van Keith Richards van hem. Ik heb Chris Jagger ontmoet, hij heeft niet direct een verbinding met de Rolling Stones, maar is wel de broer van Mick Jagger. En Mick Taylor heb ik gezien live, Bill Wyman heb ik een paar keer zien optreden. Maar er is maar één band voor mij, zijn de Rolling Stones. Dat is tot de dag van vandaag zijn daar tot nu toe de meeste mensen geweest bij een concert ooit. Als je kijkt naar een concert in de wereld in al die 40, 50 jaar, de Rolling Stones, er zijn de meeste mensen geweest. Dat zegt wel iets over de Rolling Stones. Met begroting omzetten van 700, 800 miljoen dollar. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar het gaat nogmaals, het gaat om het geluid van de Rolling Stones. De laatste keer dat ik ze gezien heb was op Pinkpop. En het jaar daarvoor was ik met mijn vrouw in Londen, in Hyde Park. Van 1979. Kort nadat Brian Jones was overleden, gevonden was in het zwembad, hebben de Rolling Stones voor 500.000 mensen een concert gegeven. En dit keer waren er iets meer, maar toch nog steeds 100.000 mensen in een brandende zon, 32 graden, heb ik een waanzinnig concert gezien. En de Rolling Stones, ook die mensen die spreek van de Rolling Stones bij de Pinkpop, gewoon een circus, vliegtuig in, vliegen. De Rolling Stones, één groot circus in de zin van rock'n'roll circus die daar aankomt. En de Rolling Stones spelen daarvoor met de duurste act ooit, Pinkpop. 3, 4, 5 miljoen euro hebben ze daarvoor gekregen. En de Rolling Stones zijn voor mij gewoon de ultieme band die je maar kan voorstellen. En hopelijk, ik heb nog één droom, dat de Rolling Stones hier gaan spelen in Gigantome. Dat is natuurlijk afwachten. En ze gaan van 2 oktober weer een waanzinnig concert geven. En waar ook Paul McCartney komt, Neil Young onder andere. Ja, dat zou ik heel graag toe willen, maar of het ervan komt, weet ik natuurlijk niet. Maar de Rolling Stones is voor mij gewoon de band. En ik heb unieke LP's van de Rolling Stones, unieke verzameling. Ik heb een fantastische schilderij van Mick Jagger gemaakt door Ronnie Wood. En als je deze kijkt hier, ben ik heel erg trots op. Hier zo zie ik dit. Hè? Ja? 2004 heb ik als ondernemer de beveiliging geleverd, hospitality geleverd bij een Courthouse Hotel. Waar ik met mijn ex-vrouw het vorige leven was uitgenodigd. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Nou, als je kijkt naar mijn platencollectie hier. Heel veel LP's en CD's van de Rolling Stones. En dit is natuurlijk helemaal geweldig. Kijk, dit is helemaal geweldig. Kijk die poppetjes hier. Kijk eens, is het fantastisch. Fantastisch, hier Rolling Stones. Ja, dat is gewoon, dit is mijn wereld waar je in komt. Het is mijn wereld. En kijk,
Ik zie nog even hierboven kaartje. Ik zie hierboven. Hier. Met Bill Wyman. Mijn ex-vrouw die zat aan de andere kant, die heb je uitgeknipt. Hier met Charlie Chaplin. Die heb ik ook bij. Blondie Chaplin. Charlie Chaplin is al 100 jaar dood. Blondie Chaplin die bij de Rolling Stones speelde. En daar rechts Chris Jagger, de broer van Mick Jagger. Jongens, dit is mijn belevenis van de Rolling Stones. Ik kan jullie hier nog een mooi schilderij laten zien. Ik kan hier zitten volgen met mijn barst in. Dat is ook een fantastisch hier. Fantastisch. Hier. Schilderij, een foto. Hè? Is dit een foto van Keith Richards gemaakt door Bill Wyman. Die heb ik ontmoet. En ja, dit is gewoon een waanzinnig. Rolling Stones, the greatest rock and roll band of the world. Ja? Natuurlijk zijn er geweldige bands, Muse, Coldplay, vind ik echt een waanzinnige band. Ik heb ze 2-3 keer live gezien. Maar dit is gewoon de Rolling Stones. Ja? Dit zijn gewoon hele leuke dingen van de Rolling Stones die ik heb. En spreekt uit de verbeelding, Rolling Stones. Ik was in Peking. En zo'n 10 jaar geleden, iets langer dan 10 jaar geleden, ging concert niet door van de Rolling Stones door de SARS. Mick Jagger zei van, goh, dat gaan wij niet doen. We gaan daar niet optreden. Het was eigenlijk een uniek concert, maar zo uniek dat het niet doorging. Maar jongens, dit was mijn verhaal over de Rolling Stones. Voor mij de greatest rock and roll band of the world. En ik ben benieuwd wat jij van de Rolling Stones vindt en wat jouw band is. Maar ik ga jou alles vertellen over de Rolling Stones. En Rolling Stones zit in mijn hart. Rolling Stones is familie. Rolling Stones is puur. En ik hou van puurheid van mensen. Dat is de Stones. Grauwheid van muziek. Echtheid van muziek. Niet zitten op een wolk. Nee, echt een grauwheid van muziek vanuit het hart gegrepen. De Rolling Stones sound. Sound. Sound die je nooit kan vergeten. Massa positivo. Tot de volgende keer.